Wat leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft video. Daar zijn we weer terug in Skyblock. Dit is alweer een tijdje geleden, maar dat zijn we weer. En omdat het zo lang geleden is, kan ik waarschijnlijk alles verkopen of niet. Oh, dit is echt insane. Oh, had ik trouwens mijn suiker in C-Block. Dat heb ik dan echt nodig. Oh, nee. Oké, daar gaan we dan. We gaan gewoon alles verkopen. Gooi de trash wand erop en de cell wand. Oké, ik zit nu ongeveer op 14 miljoen. Ik heb nu denk ik al een ton verdiend of zo. Zo, en de laatste kist is ook gedaan. En je ziet het, ik ben... Hoeveel rijker ben ik geworden? 1,5 miljoen of zoiets? Kijk eens even. En de eerste kist zit natuurlijk al gelijk weer vol. Zo snel gaat dat. Zo, dat hebben we allemaal gedaan. 16,2 miljoen inmiddels. Oh, het is... Oh, nee. Dit is allemaal... Oh, nee. Oh, ik moet hier echt mee opschieten. Ik moet alles snel verkopen. Kijk, nu wordt alles weer opgenomen of niet? Nee, natuurlijk niet. Want die hoppen zitten ook allemaal vol. Oh, joh, dit schiet niet op. Dit gaat... Oh, hier moet echt meer kisten bij komen eigenlijk. Kom op, neem alles op. Schiet nou op, joh. De eerste kist begint al gelijk weer vol te raken. Oké, dit moet opschieten. Hij moet alles opnemen. Kom op, yes. Nice, alles zit er nu in. Dit levert zo bizar weinig op. Echt 2 ton maximaal. Dus die Iron Golem spawn. Dus, je hebt er helemaal niks aan. Vandaag wil ik in ieder geval hele vette dingen gaan doen. Ik heb namelijk nog een flinke balance. Je ziet het, ik heb bijna 500 miljoen. Dus ik ga vandaag lekker veel weggeven. Want ik vind dat gewoon super leuk om te doen. En er wordt mij heel veel om gevraagd of ik meer games met jullie wil spelen. Dus vooruit, vooruit. Ik heb namelijk een heel leuk idee voor de PvP Arena. Mensen moeten challenges doen in de PvP Arena. En daarvoor kunnen ze dus geld winnen. En misschien ook wel een rare key of zo. Oké, ik ben nu in de PvP Arena. Ik zit even in game mode om puur even te kunnen vliegen. Ik doe vandaag namelijk zelf niet mee. Ik ga even spectaten. En we gaan dus challenges doen met alle mensen die hier zijn. Oeh, en als allereerste challenge weet ik wel iets leuks. De eerste persoon die 5 seconden op dit blokje boven kan staan, die krijgt... Wat krijgt die? 5 miljoen. Oké, hij krijgt 5 miljoen. Zo, wat een zin is dit. De eerste persoon die 5 seconden op het glowstone blok bovenaan de middelste toren kan staan, wint 5 miljoen. Let's go! Oké, dus mensen mogen elkaar slaan. Dat is het leukste. Als iemand daar 5 seconden op staat, dan krijgt hij dus 5 miljoen van mij. Dus dit, ja, dit klinkt misschien heel lastig, die challenge, maar er gaat tegelijk iemand. Oeh, ik ben benieuwd. Is hij op... Oh, wat doet hij? Wat doet hij? Oh, hij killt iedereen. Iemand moet 5 seconden... Niemand gaat er naartoe. Niemand gaat er naartoe. Wat doet iedereen? Middelste toren. Helemaal bovenop. Of kunnen ze hier niet... Oh, ze kunnen hier opkomen. Oh, wacht. Kunnen ze hier opkomen? Oh, wacht. Ze kunnen er niet opkomen. Oh ja, iedereen staat hier. Haha, dat is de verkeerde. Dat is de verkeerde. Oké, ondertussen wordt wel iedereen gekillt. Andere challenge. Andere challenge. Andere challenge. Oké, ik verander de challenge. Ik ga het veranderen. Even kijken, ik ga naar deze boom vliegen. En ik heb nu gezegd, de persoon die 5 seconden op het blok waar ik op sta, als die daar 5 seconden op staat, die krijgt 5 miljoen. Ze zien me niet. Deze, ja, 1, 2, 3. Nee, niet op tijd. Oké, 1, 2. Nee, weer niet op tijd. Oh, dit kan lang duren. Dit kan heel lang duren. Oké. Ja, ik moet gewoon heel goed tellen. Oh, dit kan heel lang duren. Er moet even iemand met een diamond zwaard komen. Mensen snappen niet. 1, 2, 3. Oh, so close. 1, 2, 3, 4. Oh, nee, ook niet. Dit blok. Deze. Hij ziet het niet. Ik hang hier overduidelijk boven. 1, 2, nee. Oh, dit is insane. Er waren zoveel mensen nu al 4 seconden. Oké, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Luke S krijgt 5 miljoen van mij. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 miljoen voor je boy. Iemand anders ook, ik stond er 4 seconden op. Ja, dat klopt. Oké, wat is dan de volgende challenge? Even koekeloeren hoor. Oké, de volgende challenge. De persoon die als eerste een boogkill maakt op mijn scherm, krijgt 5 miljoen. Dus ik moet het wel kunnen zien. Ik ga hier kijken. Hier moet een boogkill gemaakt worden voor mijn neus. Ja, ik wil het hier zien. Een boogkill. Voor mijn neus. Ik ga hier gewoon op letten. Ik let niet op die hoekjes wat daar gebeurt. Ik kijk puur hier. Oh, ja. Kom op. Nee. Ja, het is Leander. En hij krijgt 5 miljoen. Oké, dat tikt aan hoor. Dat is even 5 miljoen. Dat is echt heerlijk. Dat is echt vet veel geld. Oké, we gaan een andere challenge doen. Wat is even leuk. Oké, we gaan even een verstoppertje doen. Ik zit nu even in finish. Niemand kan mij dus zien. Ik ga mij ergens verstoppen. En de persoon die mij als allereerste vindt, of aantikt. Ik doe wel aantikken. Dat is, lijkt me wel beter. Die krijgt, even kijken wat krijgt hij. 10 miljoen. Ja, hij krijgt 10 miljoen. Kan je hier opklimmen? Ik moet nu wel even fact checken of het überhaupt wel
wel mogelijk is. Want ja, kijk, je kan hier dus niet opklimmen. Maar kan je hier naartoe parcouren? Dat is de vraag. Nee, volgens mij kan je er ook niet naartoe parcouren. Je kan dus op deze boom springen. Volgens mij kan je hier niet bovenop komen. Volgens mij kan je hier niet opstaan, heb ik het idee. Of kan het via deze boom? Nou, het kan misschien via deze boom. Ja, dan klim je hierop. En dan stopt het volgens mij hier alsnog. Oké, weet je wat? Ik ga hier staan. En iemand kan vanaf dat blok mij sowieso tikken. Dus dat telt. Oké, ik heb het nu gezegd. En ik ga uit finish. Let's go. Ik ga wel gelijk bukken. Ik ben uit finish. En ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Er zijn gelijk mensen die vragen. Waar? Ja, jongens, ik ben in de PvP-arena. Dus dit is heel erg risicovol. Want sommige mensen zijn dus met de challenge bezig. En andere mensen zijn gewoon anderen aan het killen. Dus zo grappig is het. Zij is wel aan het zoeken. Oh, ziet hij me nou? Ziet hij me? Oh, hij ziet me niet. Sonic. Oh, wat doe je nou? Oh, je moet me aantikken. Niet met een arrow. Ik weet niet of iemand mij schoot. Je moet mij aantikken. En er is niemand. Er is niemand. Niemand ziet me. Oh. Nee, telt niet. Je moet me aantikken. Je moet me aantikken. Ja, dat... Ja. Oké. Oh, als iemand anders me aantikt. Ja. Ja! Ja, hij heeft me getikt. Oké, GG. Het was... Even kijken hoor. 10G. Zo, ik moet zelfs geld afschrijven. Ik heb nu weer 50 mil bij me. En hij krijgt 10 miljoen, die 10G. Oh, dat is zoveel geld. Dat is echt insane. Mijn banksaldo die gaat echt vet snel op als het zo doorgaat. Oké, wat gaan we even doen als volgende opdracht? Ik ben even aan het loeren. Niemand kan dus op de dak komen. Goed om te weten. Oké, de volgende persoon die als eerst iemand met Enchanted Full Diamond killed in mijn scherm krijgt 10 miljoen. Dus dat is weer een hele opdracht. Bijvoorbeeld deze persoon voor me, die staat nu in mijn scherm. Als hij er iemand gekillt wordt, krijgt die persoon 10 miljoen. Ik ben echt heel goed aan het kijken. Want oh, ik moet heel goed kijken wie de final klap geeft. Wacht, ik ga gewoon voor me kijken. Want mensen moeten niet weglopen. Het moet full diamond zijn. Ik zie nu 3 mensen met enchanted full diamond. Het moet ook eens ook nog enchanted zijn. Dat is niet enchanted full. Dat is ook iron erbij. Kijk, ik moet op blijven letten. Ik kijk alleen hier. Oh, dit is te lastig. Dit is te lastig. Dit was echt een hele domme opdracht. Dit was een hele domme opdracht. Ik moet heel goed opletten. Oh, oh. Wie deelt de final klap uit? Ik zie het niet. Ik zie dit niet. Oh, oh, oh. Kom op. Wie deelt de laatste klap uit? Kom op. Iemand met full diamond. Enchanted full diamond. Ik moet het ook kunnen zien. Dus als het niet voor me gebeurt, dan gebeurt het niet. Oh, dus zij moet ondertussen met elkaar PvP. En ondertussen ook goed opletten of ze in mijn scherm wel zitten. Er gebeurt niks. Wat gebeurt hier nou, joh? Oh, ja, ja. Kom op, kill nou elkaar. Jullie moeten iemand met full diamond killen. Ik zeg het nog een keer. Enchanted full diamond moet dood. En niet een random persoon. Nee, je moet iemand met full diamond. En dat moet enchanted zijn. Die moet je doodmaken. En dat moet in mijn scherm gebeuren. Zijn er genoeg mensen zeggen, ja, ik hoef niet dood hoor. Stik er lekker in met je challenge. Met je 10 miljoen. Snap ik. Want mensen lopen hier natuurlijk ook met een volle inventory nu. Oké, daar gaat iemand. Die donkie gaat. Oh, ja, Leander. Ja, gefeliciteerd. Dit, Leander, gekild. Ja, ik zag het. Hij heeft alweer gewonnen, hè? Leander heeft nu dus al 2 keer gewonnen. Hij heeft 10 miljoen van mij nu gekregen. Ik zag dat hij de kill maakte. Oké, wat gaan we even als volgende doen? Oké, ik weet een leuke. Ik weet een hele leuke. Oké. Dit is meer, denk ik, op snelheid. En nu ga ik dat close door blok doen. En iemand moet er 5 seconden op staan. En die wint 5 mil. Oké, let's go. Ik ga er boven hangen. Ik hang er boven. Oh, er komt wel iemand. Ja, 1! 2, 3, 4, 5. Bam. Hij gunt hem gewoon. Nice. Damn, wat een gunner die gast. Wat, hij moet hem eigenlijk delen, die pot. Hij moet hem eigenlijk delen. Super Down krijgt 5 miljoen. Leuke naam trouwens. Even concluderen. Wat is dan de volgende challenge? Oeh, wacht, je kan hierop klimmen. Oeh. Ja, ik ga weer een hide and seek doen. Ik weet een hele leuke hide and seek. Kijk, vlieg naar beneden, zodat mensen denken dat ik hier naartoe ga. En pof, ik zit in finish. Kijk, je kan dus hierop klimmen. Oh, wacht, zou die me doorhebben, die gast? Hij loopt hier al naartoe. Dat vind ik niet echt chill. Wacht, ik ga hier helemaal achter zitten. Ik ga bukken. Dit wordt een hele dikke. De persoon die mij als eerste vindt en tikt, krijgt 25 mil. Oké, huppakee, go. Oké, ik ben uit finish. Oh, ik moet even goed spectaten. Hoe ga ik even goed spectaten? Kijk, ik ga hier even tussen. Oh, ze zitten erachter. Oké. Ik ga gewoon hier zitten. Komt er iemand aan? 25 miljoen, hè? Ze worden helemaal gek. Dit is zoveel geld. Dit is echt insane. Mensen zeggen ook van nergens voor nodig om elkaar een tik te geven. Ja, dat is juist leuk. We zitten in de PvP-arena. Kill mekaar. Oh, dit meen je niet. Wauw. Leander pakt hem gewoon weer. 25 miljoen. Dit is niet normaal. En die gast heeft al een island level van 5 miljoen. Ah, dus hij heeft het helemaal niet nodig. 25 miljoen aan die Leander. Oh. Dat is echt insane. Oké. Nou, hij heeft hem eerlijk gewonnen. Hij was gewoon als eerste. Weet je wat? Eigenlijk moet ik nu eentje doen. Degene die als eerste Leander killt, die krijgt 5 miljoen. Of nee, moet ik wel iets meer doen. Wacht, ik ga even naar mijn bank. Want ik kan wel weer wat geld afschrijven. Oh, hij is alweer terug. Jammer. Hij is terug. Ja, misschien verwachtte hij... Hij voelde de bui al hangen. Hij heeft zoiets van, nou, misschien word ik zo getarget. Hij peert hem gewoon lekker. Ja, slim. Dat is jammer. Oh, is hij er weer? Hij is er weer. Oké. Iemand moet hem een tik geven. Als hij
een tik krijgt, dan kan ik het laten beginnen, denk ik. Hij moet het tikken. Geef me een tik. Geef me een tik. Degene die als eerste Leander killt, krijgt 25 mil. Oh, kom op, kill hem. Oké, okay, please, doe niet slash island. Alsjeblieft, ga niet terug naar je island. Oké, okay, hij is een man. Hij is een man. Toch? Is hij, ja, nice. Nu kan hij... Hij kan nu niet meer terug. Nu kan hij niet meer terug. Leander moet dood. Leander moet dood. Ik ga nu ook uit Venice. Ik ga gewoon spectaten. Oh, hij zegt... What the fuck? Dit vindt hij niet leuk. Hij mag gewoon slash island doen. Dat mag, maar hij moet dan wel 30 seconden wachten. Hij moet 30 seconden geen tik krijgen. Niemand die tikt het. Niemand durft hem aan te vallen. Ik ben benieuwd. Gaat hij slash island doen? Is het een... Oh, oh, oh. Hij wordt gesniped van een afstand. Oké, okay, hij heeft nu een tik uitgerild. Dus hij moet nu sowieso weer 30 seconden wachten. Zo, wat ga... Ik ben benieuwd. Oh, mensen spekken ook zijn bounty. Yo, dat is slim. Dat is slim. Bounty at Leander. Weet je wat? Ik gooi er nog een keer 10 miljoen bovenop. 10, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Huppakee. 10 miljoen op Leander. Ha! Let's go. Dus je krijgt en 25 miljoen. En dus je krijgt die bounty als je hem killt. Kill hem gewoon. Oh, 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 sorry. Kill hem. Kill hem. Sla hem. Oh. Ja, kill hem. Kill Leander. Waarom slaat niemand hem? Ik snap het niet. Ik snap het niet. Echt, niemand valt hem aan. Hoezo valt niemand hem aan? Wat is dit? Hij beschermt hem of niet? Oké, hij krijgt nu wel een paar klappen. Dus ik ben benieuwd hoe lang gaat hij dit volhouden. Ja, maar het zijn allemaal noobies die hem aanvallen. Niemand met echt full diamond. Zo, ik heb weer 10 miljoen afgeschreven. Zo, ik heb weer 10 miljoen afgeschreven. Yo, niemand gaat hem killen. Dit is insane. Ah, maar die gast, waarom beschermt hij hem? Of beschermen ze hem of niet? Nee, ze vechten niet. Iedereen zegt toch, hij is niet dood te krijgen. Oké, nou, ik ben benieuwd. Gaat iemand hem aanvallen? Ja, ze vallen hem ook niet aan. Dit is insane. Niemand wil die 25 mil blijkbaar. Of niemand durft het aan of zo. Dat zou kunnen. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet, joh. Oh. Wat gebeurde hier? Ik zag het niet. Ik zag het niet. Wat? Oh, hij deed zijn shit uit. Dat was het. Ja, ik was helemaal niet opgelet. Ik zat echt even te denken, wat is de volgende challenge? Want ik kap met deze challenge. En in één keer doet hij zijn shit uit. Killed Billy hem. Die heeft dus nu de bounty gekregen. En die krijgt nu dus ook... 25 mil van mij. Dus gefeliciteerd, Billy. Huppakee, 25 miljoen aan Billy. Zo, dat is wel een dikke anticlimax, want ik zag het niet. Ik zag het eigenlijk niet gebeuren. Oké, we moeten sowieso als laatste ronde... moet ik mezelf laten killen, want ik weet niet wat mijn bounty is. 48 mil. Nou, dat is een hele dikke bounty. Die ga ik nu weggeven. Ik hou alleen mijn armor aan, denk ik. En ik ga denk ik heel veel golden apples gewoon nemen. Het enige wat nu even belangrijk is, is... Oh, hier zit ook nog vet goede shit in. Oké, okay, sick. Oké, okay, ik pleur hier gewoon allemaal meuken. En al die keys ook, die ga ik nu toch niet openen. We gaan eerst even dit doen. Nou, het past allemaal net niet. Oké, okay, strength heb ik niet nodig. Ik moet even healing. Nee, dit is allemaal strength, of niet? Oké, okay, daar hebben we niet zoveel aan. Dit neem ik mee. En ik neem een golden apple mee. Ik neem er 3 mee. Dan is het, moet het wel genoeg zijn, toch? Ja, ik neem wel meer mee. Wel lekker boeien. Ik neem er nog wel meer mee. 5 neem ik er mee. Even wat eten mee nog. Ik ben waarschijnlijk echt super snel dood. Oké, okay, en ik moet even alles op mijn balance zetten. Dus stort al mijn geld. Ze krijgen dus mijn bounty. Ik ben vrij makkelijk te killen. Ik heb alleen dit setje armor aan. En that's it. Ik ga de PvP induiken. Ik neem even wat eten. En ik ga het nu zeggen. Degene die mij killt, krijgt mijn bounty van bijna 50 mil. En ik ben eruit. Oké, okay, let's go, let's go. Oké, okay, okay, ik ga hem even stoppen. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Gaat iemand mij überhaupt vinden hier? Ik ben benieuwd. Oh, oh, I see me! Ik ben gesnapt! Oké, okay, en nu gaat iedereen mij zien. Ik ga gewoon een rondje lopen. Let's go. Oh, dit is echt 50 mil, hè? Dit is 50 mil of zo. Oké, okay, oké. Okay. Ga weg. Oh, dat was de eerste goede tik die ik kreeg. Oké, okay, het is nu tijd om te parcouren. Gewoon... Snelle parcours. Oh, ho, ho. Nee. Oké, okay, eerste golden apple. Oké, okay, daar gaan we dan. Kijk, nu hoef ik ook helemaal niet te checken wie mij killt. Want dat maakt helemaal niks uit. Oh, kom op. Drop. Oké, okay, ik kan er niet op kunnen. Oh, dit is insane. Rennen. Nee. Weg hier. Nee. Ah, oké. Schiet op. Ik heb geen speed. Waar is mijn speed? Oh, die swifte spot. Ik heb... Oh. Kom op. Ja, oké. Oeh. Waar is mijn... Oké, ik zou net zeggen. Waarom ben ik nu al bijna dood? Ze geven mij een damage, joh. Dit is insane. Hou op, ga weg. Kom op. Kom op. Ik wil iets van weerstand bieden. Au. Oké, nu zit ik er vol in. Oh. Oké, weet je wat? Ik ga er tussendoor lopen in één keer. Let op, ja. Ik ga 3, 2, 1. De volle ineens tegenin. Tegen de stroming in. Dit is heel dom. Oké, okay, we nemen er nog één. Nummer drie. Oh, dit is insane. 50 miljoen bounty. Ja, ze dachten dat ze hem nu kregen. Maar ze moeten eerst even door mijn armor heen mappen. Oh.
Ik ben vrij. Ik ben vrij. Oké, ik ben niet vrij. Ik dacht even dat ik iedereen kwijt was. Nee. Au, nu zit ik in de hoek. In de hoek zijn is naar. Ik wil niet in de hoek. Oeh, goede boost. Thanks voor de boost, man. Huh. Ja. Nee. Oh, kom op. Klim. Nee. Oké, neem er nog één. Ja, kom op. Ik wil bij die trappen omhoog. Laat mij gewoon bij die trappen. Oké. Hoe doet mijn armor het? Oké, mijn armor doet het prima. Had ik maar meer golden apples mee. Ik heb een zwaard. Ik kan terugvechten. Oh, rennen. Hoe kom ik in het midden? Ik moet hier op het midden. Ja. Nice. Kom op. Ja. Ja, nee, ik was er bijna op. Oh, dat is naar. Als je één keer erop kan klimmen, joh, dan ben je echt binnen. Oh, dit duurt zo vreselijk lang. Oké, ik zit vast. Oké, daar gaan we weer. Oh, ik kreeg een hele dikke tik. Kom op, ja. Oh. Nee. Dit is zo irritant. Laat mij rennen, man. Ah, kom op. Ik wil gewoon veilig zitten. Laat mij ergens bij opklimmen. Kom op. Nee. Dit is echt insane. Ja, ik kan het opgeven. Hoe doet mijn armor het? Mijn armor gaat bijna stuk. Als ik er gewoon tussendoor loop, dan hebben ze mij niet door. Of wel? Oh, nee. Oh, ik was er bijna. Ja. Nee. Oh, dit is niet normaal. Oké. Ja, ik kan onmogelijk bij die ladder omhoog doen. Het is niet te doen. Het is oprecht niet te doen. Kijk, ik ga nu even eten. Ja, ik ga bijna dood hier. Kijk, dit is echt insane. Ik ben echt bijna dood. Een iron dude kan mij misschien zoveel killen. Wie weet. Ik ga hier dood. Ik ga hier sterven. Dit is mijn sterfplek. Ga ik dood dan? Oh. Ze hebben mij nog steeds niet. En ik heal. Waarom heal ik niet? Ik heal echt heel langzaam. Ik ben dood in 3, 2, 1. En ik weet niet wie me gekild heeft. Ik heb geen idee wie me gekild heeft. Zo, dat mocht even duren, maar ik ben dood. En diegene heeft nu 50 miljoen. Ik heb geen idee wie het gedaan heeft. Die wordt nu waarschijnlijk ook gekild, want iedereen killt elkaar. Dus dan wordt die bounty helaas wel gehalveerd. Dit was in ieder geval de video voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Wil je meer Skyblock zien? Laat het dan zeker even weten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dikke doei, dikke laten.